Mano Kumaru woont al 19 jaar in Nederland met man, dochter en zoon. Al zo'n 10 jaar geeft ze elke zondagmiddag in een gehuurd lokaaltje op basisschool De Klinkert les aan plaatselijke Tamil kinderen. De kinderen krijgen lessen in de Tamil cultuur en leren ook de Tamil taal. Maar het gaat absoluut niet over de strijd van de Tamil-tijgers, zegt Mano. Nee. Dat is niet waar? Niet waar. Nooit. Stephanie, de 18-jarige dochter van Mano, doet vooral het woord omdat ze beter Nederlands spreekt. Zij heeft als kind de Tamil-lessen ook gevolgd. Ook zij is verontwaardigd over de conclusies van de Nationale Recherche. Onzin gehoord, denk ik. Iemand die het gewoon totaal niet mag, heeft gewoon een verkeerde beeld over onze cultuur gegeven. Of kinderen van onze cultuur die onze eigen cultuur haten. Die hebben gewoon gezegd van, we krijgen les over terrorisme of zo. Om mensen aan te geven of zo, maar mijn moeder geeft er echt geen les over. De lesboeken die Mano ons laat zien, zien er onschuldig uit. Ze hebben geen afbeeldingen die de strijd van de Tamil-tijgers verheerlijken. Ook al zou het erin in staan, dat zou ik het normaal vinden. Want in elk geschiedenisboek staat er natuurlijk wel wat over oorlog in. Dat is ook bij jullie, toch? Dus waarom zou het bij ons niet erin mogen staan? Alleen omdat wij zogenaamd terroristen zijn? Onzin. Het leven van de familie Kumaru staat sinds het rapport van de Nationale Recherche op zijn kop. Er is al veel veranderd. Mensen kijken ons raar aan. Als wij naar de school lopen of zo, dan zullen ze nu denken van, dat zijn terroristen, daar moet je voor oppassen. Terwijl daarvoor mensen het gewoon altijd leuk vonden om ons te zien en gewoon gedag zeiden. En nu moeten wij ons eigenlijk een beetje schamen of echt met onzekerheid over straat lopen van, wat zullen die mensen over ons zeggen? Of wat zullen ze van ons wel niet denken?